Welkom op Filmfestival Oostende, 15e editie. En er worden veel knuffels gegeven. Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat dit festival zich nu afspeelt volop tijdens de winter. Iedereen gaat de rode loper op en dat allemaal voor deze wereldpremière van The Chapel. De nieuwe film van Dominic de Rudder over een virtuose concertpianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabeth wedstrijd. We waren heel fijn omringd met heel veel talent. We hebben heel uitgebreide castings gedaan. En Take kwam daar wel uit als het. Als een heel goede actrice, één. En twee als het personage. Moeder en dochter. Ja. Wie is wie? Take heeft gewoon een fenomenale auditie gedaan. Dat was mega ontroerend. Dat was duidelijk vanaf moment één dat zij Jennifer was. Ik speelde vader van het hoofdpersonage, maar dan zoveel jaren terug, met flashbacks. Het is fijn om te merken dat er toch bij dat soort leeftijd, dat we daar echt heel veel talent in hebben nu ook in België. Vroeger keken we altijd zo naar Amerika, van de jonge acteurs die zeer goed waren, maar dan beginnen we hier ook meer en meer te krijgen. Ik speel Alexandra, een van de 12 finalisten van de Elisabeth-wedstrijd. Mijn personage voelt zich zeer aangetrokken tot de mysterieuze Jennifer. Dat mysterie zat nog steeds in haar op tussen de takes, dus dat was al heel interessant. Ja, ik weet nog, scène tussen ons, vrij heftige scène. Ik denk dat wij niks hebben gezegd tegen elkaar en dat wij enkel naast elkaar op een bankje zaten en elkaars hand vast hadden. En dat vond ik zo fijn dat komt bij u, dat ik zoiets had, het is oké. Ik voelde dat ook aan, dat ze ook graag gefocust werkt en ik ook. En dat is zo vervelend als je dan zo van je small talk moet doen tussendoor. Dus. Ja. En in het spel was dat all the way. En ja, we voelden elkaar goed aan. Ja, heel intuïtief zo. Ik zag u net op de piano spelen, maar hij werkte niet. Hij werkte niet, jammer. Ik had anders een fantastisch stuk van Rachmaninoff te horen gewerkt. Ik kan dat niet piano spelen noemen, maar ik kan wel een beetje tokkelen. Eigenlijk heeft dat meisje nooit een piano van dichtbij gezien. En nu op het scherm lijkt het wel alsof ze heel even lang piano heeft gespeeld. Ze heeft heel hard gewerkt. Ze is gecoacht door twee verschillende pianoleraren. Niet om piano te leren spelen, want dat kan niet. Maar wel om de bewegingen van een echte pianist eigen te maken. En dan heeft ze fantastisch gedaan. Het is een internationale cast. Dus dat was echt heel gezellig en heel tof. En heel relaxed om samen te werken met Dominique. Het is altijd fijn met Dominique. Dominique filmt zo graag. En dat plezier pat eraf en dat draagt hij over op de mensen waarmee hij werkt. Ik heb hem vandaag op de dijk gezegd bij zijn ster die onthuld werd. Ik heb ongelooflijk veel deugd gehad aan zijn werk. We zijn heel excited, zoals gezegd, in Amerika om deze film te tonen. Gaat hij naar Amerika? Dat wil ik niet zo zien, hè. Ik ben heel benieuwd wat de mensen er vanavond van gaan vinden. En ik hoop dat er sowieso heel veel mensen naar gaan kijken.